Het Vinkolonaal Museum in Vindam heeft een Afrikaanse expositie opgezet. Celine van het museum legt uit wat het is. We staan hier in een nieuwe tentoonstelling genaamd Tweespraak. En hier is Afrika te ontdekken in textiel en mode. Het Veenkoloniaal Museum heeft een hele grote textielcollectie. En we organiseren ook vaak textiel en mode tentoonstellingen. Die worden heel goed ontvangen. En nu zijn we benaderd door mevrouw Odilia Okonga. En zij had het idee om nou eens die Afrikaanse mode te gaan laten zien. We laten uh, natuurlijk uh, mode zien uit Afrika. Dus uit allerlei Afrikaanse landen. Het interessante is dat... De Mensen in Afrika communiceren ook met hun kleding. Er zitten symbolen verborgen in de bijzondere stoffen. Um, het is allemaal ja, heel veel als handgemaakt. En we gaan eens vertellen wat voor boodschappen deze mensen nu willen uitdragen. Dat kan sociaal zijn, dat kan politiek zijn, dat kan uh, in het huwelijk zijn, in de relaties. Dat is super leuk om dat te zien, want dat is iets wat wij in het Westen eigenlijk helemaal niet kennen. Dus nou, onder andere, dat gaan we laten zien, maar ook het feit dat. In het westen hebben we nu ook steeds meer um, invloeden van goedkope Chinese textiel. Uh, maar daar, dat brengt ook weer met zich mee dat we waardering hebben voor nou ja, spullen die wat meer hier gefabriceerd zijn. En dat zie je nu ook in Afrika weer terug. Dus echt made in Afrika, stoffen die daar vandaan komen, die daar geproduceerd zijn, die daar ja, duurzaam en verantwoord gemaakt zijn. We krijgen eigenlijk al hele leuke reacties. We zijn net open met de tentoonstelling. Um, het leuke is dat nou ja, veel mensen hier ook van het museum, vrienden van het museum of bezoekers, hebben toch altijd wel een linkje met Afrika. Is het niet omdat ze. Nou ja, misschien iemand kennen die in Afrika gewerkt heeft of iemand die uit Afrika komt. Dus het is heel leuk om dat stukje Afrika nu dichterbij te mogen brengen. We hebben allerlei activiteiten die eraan komen. Onder andere een Afrikaanse markt. We gaan Afrikaanse muziek brengen voor kinderen en ook voor volwassenen. De Afrikaanse cultuur. Er zijn ook workshops voor kinderen. Dus ja, we proberen echt allerlei kanten van Afrika te gaan laten zien. Celine niet ook nog graag een voorproef zien bij een van de jurken in de expositie... en gaf daar ook nog een toelichting bij. Nou, hier staan we voor een jurk. Um, en als je goed kijkt naar deze jurk, dan zie je dus dat, dat in het patroon... dat er ook dus ogen op te zien zijn. En dit patroon wordt dan in het Afrikaans, of eigenlijk... Nou, de Afrikaanse naam is ya Pite En dat betekent wel lustig oog. En wat dat dus betekent, wat een vrouw die um, nou ja, kleding draagt met deze stof... Wil eigenlijk zeggen tegen haar partner of een man of, nou, het kan ook een vrouw zijn, hè, dat zij hem wel ziet staan. Bij de volgende tentoonstelling over mode en textiel waren veel lovende reacties. Het museum hoopt dat deze lovende reacties ook uitzetten naar de Afrikaanse expositie en dat er veel bezoekers op af gaan komen. De tentoonstelling is te zien tot 20 mei 2024.